containers die kunnen altijd zo verschrikkelijk stinken. Maar daar heeft de afvalcoach een paar goede tips voor. Tip 1. Eerst een paar kranten onder in de groene container vouwen. Oké, dus dit moet er weer uit? Dat moet er even uit. En dat kan er gewoon in? Ja, en dan vouw je dit op vier hoeken. Vouw je in alle vier hoeken vouw je een krant in. Daar trekt heel veel vocht in en je houdt toch een redelijk schone container. Nou, dat is wat we willen. En dan kan het GFT erin. Ja. Tip 2. Een stokje onder het deksel. En dat heeft het GFT droogt beter op en het stinkt minder. Zo simpel? Zo simpel is het. Tip 3. Hang een paar modderballen in de container. Hang een paar modderballen in de container, want? Het zomerdag komt er veel vliegen op af. En door de modderballen hou je dat een beetje tegen. Oké, en hoe gaan we dat doen? Een beetje prutsen. Nou, ik pak wel een stukje tape. Ja. Zo, ja. Zo. En die plak je hier aan. Oh, die pak aan het houtje zo. Plak je zo aan het houtje. Zo. That's it. That's it. Tip 4. Maak hem af en toe eens even schoon als hij geleegd is. Echt waar? Echt waar, en dan... Het is toch gekmerk of niet?